Ja jongens, net onweer gehad in het bos en we zitten nu tussen twee stukken in, zeg maar. En daar komt het tweede front aan. De onweerjagers. Oh man, dat was er straks even een hele goede korte felle flits en een goede knal. En nu is het daar, zoals je kan zien. Jongens, het onweer komt eraan. Oh man. Ja jongens, we willen eigenlijk gaan kijken in een hoge uitkijktoren in het bos. Maar dan moet ik wel zeker weten dat ik tussen die onweersbuien blijf zitten. Of dat het onweer wegtrekt naar de grote stad toe. En zo te zien, er zit ook weinig beweging in. Zo, het is net zo'n kernbom die explodeert. Daar heb je dat ook bij, twee van die dingen. Met zo'n hele grote bal, wow. Eventjes goed even nachecken, waar gaat het heen als het nou... wacht even. Het gaat toch heel langzaam richting stad, blijkbaar. Dus toch wel goed, blijkbaar. Wow, man. Even kijken wat hier bovenaan zit. Hier zit eigenlijk weinig. Oké, jongens. Groot open veld. Je zou zeggen, bij die hoge bomen, dan zou die daar inslaan. Of het echt 100% onweer is, weet ik niet. Zit hij eigenlijk helemaal rondom dicht eigenlijk. Waar je ook kijkt. Wow, indrukwekkend ziet het eruit, jongens. Nou jongens, wij gaan eventjes kijken naar de bramen. Het heeft net keihard geregend en dat kun je ook wel zien hier. Daar zie je nog een beetje schuim op zitten, dat we net tussen de buien door zijn. We gaan eventjes kijken bij de bramen. Ja jongens, ik hoor het rommelen. Zo. Dan kunnen we waarschijnlijk toch het onweer filmen. Jongens, één moment, ik zet heel even de camera neer. Ik had mijn tas nog openstaan. Wow, dat is gevaarlijk. Nou heb ik een speciale manier om een tas dicht te maken. Dat kan ik jullie ook altijd laten zien. Dat heb ik eigenlijk geleerd van een bushcrafter. Als je de tas om hebt en je sluit hem af hier, dan zou die door spullen open kunnen gaan. Daarom is het raadzaam om je tas eigenlijk gewoon continu zo laag mogelijk af te sluiten en eigenlijk een slotje eromheen te hangen. Of anders die dingen gewoon hierin te doen, zodat die niet los kan gaan. Ik zal hem eens eventjes omdoen, of dat beter zit. Ik denk dat je er weinig van merkt. Zo, die is om. Even kijken of ik het ding heb afgesloten. De ramen zitten dicht, jawel. Even kijken, ik hoorde net toch nog een onweersflits, of onweergeluiden. Even kijken, kan zijn dat... Hé, het is nu opeens heel anders. En er komt meer wind bij. Even kijken, als ik dit nou zo in beeld breng, dan hoop ik dat hij nou ergens in gaat slaan. Wat hij dus natuurlijk nooit op commando gaat doen. Het gaat ook al iets regenen, dat is minder. Dan gaan we heel snel eventjes kijken bij de bramen. En dan gaan we weer teruglopen. Jongens, nu zijn mijn veters weer los. Wat is dit? Moet ik weer de camera er neerzetten? Ja, jongens, het gaat regenen. Dat is een stuk minder. Dat is echt een stuk minder. Moet ik zo dadelijk weer naar de auto vluchten om daar te gaan schuilen. Regenbui nummer 2 komt eraan, jongens. Zo, die veters eventjes in de schoenen gestopt. En dan kunnen we gaan beginnen met een vlog. Dit is dus het olifantengras. Ze hebben de graafmachine neergezet, of niet? Ja, dus ze gaan daar wat doen. Eventjes, het gaat regenen. Jongens, ik hoop dat ik nog dit nog ga halen. Ik ga eventjes heel snel rennen. Ik wil het wel eventjes zien, het resultaat. Oei, 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 oei. Hier moet ik vanavond dus terugkomen. Kijk eens. Allemaal zwarte zitten ertussen. Dan ga ik hier even kijken. Even heel snel peilen. Hier zitten er een paar. En hier zitten hele dikke, net na die regenbui. Ik weet niet wat aan deze kant zit. Ook eventjes checken. Ja, jongens, ik moet vanavond terugkomen. Kijk eens. Het zit helemaal vol nu. Ik denk dat ik dat bakje wel vol krijg. Ik heb nou zo'n speciaal klein bakje. Ja, overal zit het. Hier nog even snel checken. Oké, ik ben er heel erg tevreden mee. Wacht, we gaan hier nog even checken. Ik weet niet hoe lang het gaat duren voordat het weer gaat regenen. En dat kan nu heel snel gebeuren. Eventjes kijken. Haastig, haastig. Heel eventjes hier nog checken.
Ja, hij zit daar gewoon prins heerlijk nog op het bloemetje, hè? Hij wordt zo dadelijk helemaal nat geregend. Zo, het is hier ook echt... Ah, jongens, kijk. Let op. Bramen. En als je daar kijkt, ook allemaal bramen. In, zeg maar, 2,5 dag tijd is dat er allemaal bijgekomen. Want ik ben hier nou 2,5 dag niet geweest. Wacht even, zeg ik dat goed? Ja. Jongens, het gaat regenen. Ik ga de vlog afsluiten. Dit was eventjes een hele korte vlog om de bramen te laten zien. En tot de volgende keer maar weer. Doei!